Dit is de wekelijkse podcast van Sublime. Hallo, ik ben Suzanne de Vries en je kijkt of luistert naar de podcast van het Nieuws van de Vooruitgang. Stand van de Vooruitgang. In de komende paar minuten ga je horen wat er allemaal goed ging de afgelopen week in de wereld. En met vooruitgang bedoelen we iets dat beter wordt dan het was. We brengen je daarom toekomstbestendige, constructieve en positieve ontwikkelingen die in de basis beter zijn voor mens en maatschappij, kunst, natuur en klimaat. Deze week in de podcast, waarom je over een tijdje een warme trui mee moet nemen naar het terras. Maak jij veel lawaai, dan word je wellicht binnenkort geflitst door de geluidsflitspaal. En de film Up in het echt, er is een ballon in de maak zo groot als een voetbalveld. En zometeen hoor je waar die voor gebruikt gaat worden. Allereerst een homostel met een baby of een gezin met meer dan twee ouders. Als het om partnerverlof gaat, vissen zogenoemde regenboogouders in ons land nog vaak achter het net. En dat moet anders, vindt Hema. Ze bieden die ouders nu 4 weken extra verlof. Sinds begin deze maand kunnen partners volgens de wet maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat brengt het totaal op 6 weken. Maar als twee mannen een baby krijgen met behulp van een draagmoeder, is die regel niet van toepassing. De draagmoeder krijgt dan 12 weken verlof. De vader die het kind erkent heeft recht op 6 weken, maar de tweede vader heeft volgens de wet geen recht op ouderschapsverlof. Hema komt ouders die buiten de boot vallen nu dus tegemoet. Om de situatie voor alle regenboogouders in Nederland te verbeteren, is er een wetsvoorstel in de maak. Stel je voor, je krijgt een sms'je van de regering met het nieuws dat je samen met 149 andere willekeurig gekozen burgers plaats mag nemen in het klimaatpanel van het land. 150 burgers in Frankrijk overkwam het. Ze komen nu met een reeks plannen. Het panel wil onder andere dat er 2 nieuwe nationale parken komen en een natuurreservaat. En ook in de steden moet het een en ander veranderen. Zo worden terrasverwarmers door het hele land verboden. Dat wordt voortaan dus een dikke trui meenemen. Waarom het panel deze keuzes maakt, lees je in een uitgebreid artikel op sublime.nl. Dan een creatieve horecaondernemer in Zutphen, Café Camelot, heeft een nieuwe menukaart. Dat is op zich niet heel bijzonder. Wat ik wel bijzonder vind, is dat er een speciaal menu op staat, speciaal voor honden. Naast een gratis bak water staat er ook een verrassingsmenu op voor de hond, voor €5. Gasten van het café aan de Groenmarkt in Zutphen kunnen de items bestellen via een QR-code op tafel. Als je kijkt naar de videoversie van de podcast, dan heb je zojuist foto's gezien van mijn hond op terrassen. Kon ik ze eindelijk een keer gebruiken. Het aantal verkeersdoden na een auto-ongeluk is in de afgelopen 20 jaar flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 1999 vielen er 587 doden na een auto-ongeluk. Vorig jaar 237. De daling komt mede door de komst van de airbag, de invoering van de gordelplicht en door alcoholcontroles. Vooruitgang dus, maar er valt ook nog vooruitgang te boeken. Het aantal dodelijke fietsongevallen daalde de afgelopen 20 jaar namelijk nauwelijks. Dat is te verklaren doordat het drukker is geworden op de fietspaden. Onder meer doordat ouderen langer blijven fietsen, nu er ook elektrische opties zijn. Om drukte te voorkomen investeren provincies sinds 2006 daarom in ruimere en bredere fietspaden. Dan, het klinkt als de film Up, maar NASA gaat er echt een maken. Een ballon zo groot als een voetbalveld. Die wordt over een paar jaar de lucht ingestuurd met een grote telescoop eraan. Op die manier gaat NASA onderzoek doen naar de evolutie van sterrenstelsels. Het gebeurt door het monitoren van gas rondom nieuw gevormde sterren. Dat meldt CNN. Het plan is dat de ballon in 2023 opstijgt vanaf Antarctica. Vervolgens moet hij 3 weken gaan rondzweven in de zogeheten stratosfeer op 40 kilometer hoogte. De stratosfeer is de laag in de dampkring waar ook de ozonlaag te vinden is. En elke week stellen we een vraag op onze Instagram-pagina. Deze week was de vraag, wat vind jij nou echt een irritant geluid? Deze antwoorden kwamen binnen. DJ Supuesto zegt een piepend geluid van een auto, bus of vrachtwagen die achteruit parkeert. Nathaniel en Michael Krieger zeggen hetzelfde, namelijk het geluid van een mug. Aïssa zegt wespen. En Dennis zegt te hard optrekkende auto's. Nou, er is gelukkig goed nieuws over vervelende geluiden. Want in de straten van Parijs hangt sinds kort een apparaat dat geluidsoverlast door ongedempte motoren moet voorkomen. Deze dus.
Tijdens de lockdown was het rustig en stil in de straten van Parijs. En nu het verkeer weer op gang komt, ergeren inwoners zich des te meer aan het lawaai van ronkende motoren. In sommige straten hangt nu een speciale sensor met een camera. Die meet hoe hard het geluid is dat langskomt, maar ook van welk voertuig het afkomstig is. En die bestuurder krijgt dan automatisch een boete. Ja, we hebben het nu over irritante geluiden, maar wist je dat prettige geluiden helend kunnen werken? Elke week brengen we deze podcast Het Cijfer van de Week, waarin we vooruitgang in een breder perspectief plaatsen. Rachel, neem ons deze week mee in de wereld van helende geluiden. De wetenschap probeert nog steeds te achterhalen hoe het komt dat geluiden helend kunnen werken. Maar dat geluid bewust ingezet kan worden om te helen, nou, daar zijn heel veel mooie voorbeelden van. Dus het was bijna moeilijk kiezen. Maar ik ga beginnen met de onderwaterspeaker die koraal redt. Deze audio-innovatie werd vorig jaar getest in het Great Barrier Reef in Australië. En een team van Britse en Australische wetenschappers plaatste daar een onderwaterspeakers bij stukken dood koraal. Uit de speakers kwam het geluid van levend koraal. Dat klinkt ongeveer zo. En door dit geluid kwamen 2 keer zoveel vissen op het dode rif af als gewoonlijk. En dat bevordert dus het herstel van het rif, want vissen maken de boel goed schoon en creëren daardoor ruimte voor nieuw koraal om te groeien. Dan heb je ook nog heel veel onderzoeken die aantonen dat muziek helend werkt. En dat gaat zelfs zover dat als je tijdens en na een operatie naar muziek luistert, heb je ongeveer 4,4 gram minder morfine nodig tegen de pijn. En vooral muziek van Jill Scott Heron of Pink Floyd werken erg goed. En hoe het komt dat deze muziek zo goed werkt, dat is dus ook nog niet helemaal duidelijk. Maar het is dus zeker dat muziek een positieve invloed heeft op de stressrespons en het afweersysteem van het lichaam. En muziektherapie helpt dus ook nog bij de ontwikkeling van te vroeg geboren baby's. MRI-scans laten zien dat de hersenen van baby's die dit type therapie krijgen, zich beter ontwikkelen. Voor wie benieuwd is welke muziek hiervoor geschikt is, de harp, belletjes en de Indiase fluit werken hiervoor het beste. Wauw, ik snap dat wel. Ik laat hem aanstaan. Ik wil de podcast hiermee afsluiten. Dank voor het kijken weer. Abonneer je ook. Dat kan via YouTube, Spotify, iTunes. Een heel fijn weekend. Namaste.